dan zullen deze corrupte mensen, vooral die zogenaamde heilige politici, die veel met Bruja bezig zijn in het oosten en in het noorden van jullie land, van Curaçao, waar ze steeds gesignaleerd worden, dan vraag ik me af van, met welk hart zijn ze bezig om het volk te dienen? Nee, je dient de duivel. Je dient geld, macht, populariteit, eerzucht, heerzucht en hebzucht. Dit zijn allemaal duivelse kwaliteiten wat de mens in zich heeft. Hierover moeten wij heersen. Wij moeten zeker in dit verkiezing wat komt, moeten we bewust gaan kiezen. Ik ben nu natuurlijk 5 jaar sinds de vorige verkiezing dat ik CNO had gezegd. Toen bij Chacho Castro heb ik ook benoemd hoe Nederland tekeer gaat. En waarom gaat Nederland tekeer, denk je? Niet om jullie te helpen, hè? Voor eigen belangen. Ik heb een uitdrukking meegenomen van de Raad van State, waarin duidelijk staat dat, waarvan eigenlijk de koningin de hoofdpersoon is, waarin duidelijk staat dat de drie eilanden zelf mogen beslissen in welke verband ze met Nederland mogen blijven. Maar dat gebeurt niet. Nederland bepaalt hoe de eilanden met hun verbonden moeten zijn. Nederland wil heel graag deze drie eilanden hebben, qua 1. Om economische positie waarin ze bevinden nu, voor Zuid-Amerika. Zuid-Amerika is een economische macht aan het worden. Nederland wil ook deel van zijn. 2. Op oorlogsgebied. Met Chavez. Nederland, Amerika aan één kant. Chavez aan de andere kant. 3. Ik heb geologische mappen meegenomen. Kunt u hier even kijken. Niet vergeten dat Aruba, Bonaire, Curaçao. Kijk, hier zie je de bezem van Bonaire. Dat ze drijven op olie. Aruba, Bonaire, Curaçao drijven op olie. Aan de andere kant ligt Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname als olieproducerende landen. Ze liggen op dezelfde plateau, dat heet de Demerara Plateau. Dat is de grootste olievoorraad van de hele wereld. Nederland weet ervan. Dit zijn internationale geologische mappen die dat bevestigen. Kun je dat zien hier zo? 6101 is dat. 6101, het heet zelf Bonaire Basin. Daar zit het olie, het meeste olie. Nederland is daarom zo gehaaid om Bonaire te nemen. En dan heeft hij natuurlijk groepen van Bonaire gefinancierd en druk ze van, ik ga jullie opsluiten, want ik heb jullie gepakt met fraude. Ik ga jullie opsluiten, nu moeten jullie in de politiek gaan. Jullie moeten zorgen dat jullie gaan winnen. Als jullie niet winnen, dan gaat de zaak verder en dan sluit ik jullie op. Daarvoor zijn deze, dit kan je misschien niet lezen. Van de vorige regering worden nu 7 mensen als hoofdverdachte op dit genoemd. En deze persoon die dit opgesteld heeft, zegt hij van, wilt u op deze mensen gaan stemmen? Die eigenlijk door Nederland eigenlijk bestempeld worden als drugssmokkelaar, goudsmokkelaar en al die dingen. En dat is waar. Als je bij deze mensen inval hebt gedaan, ze non-actief hebt gezet en gezegd hebt, je mag niet gaan werken en je gaat ze nu steunen dat ze de politiek moeten ingaan en moeten winnen, omdat zij gezegd hebben van Nederland, we verkopen Bonaire aan jou. Dat is het probleem. Ik heb nu gestudeerd, dit hele zaak. Ik heb met Jopie Abraham ook gesproken. Ik heb met Cooper hier gesproken. En we zijn samen eigenlijk overeengekomen dat vooral de Bonaireanen eigenlijk een kans moeten krijgen. Als de Bonaireaan zou moeten stemmen, dan moet hij op die partij gaan stemmen die gaat voor de vrije associatie met Nederland. Waardoor ze meer tijd krijgen en kunnen groeien naar welke stap ze dan willen hebben. Onafhankelijkheid of dan integreren met Nederland. Maar nu de manier waarop het nu gaat, is als het ware gedwongen. Nederland is niks anders dan Bonaire aan het annexeren. Is net als de Engelsen toen met Australië hebben gedaan, dat je niks meer van de aboriginals hoort. Net als Amerika de Indianen hebben uitgeschakeld, dat je Indianen nu in reservaten moet gaan bezoeken. Wat denk je dat met de Bonaireanen over 20 jaar gaat gebeuren? Dan moet je ze ook in een reservaat gaan zoeken. Want ik woon in Bonaire. Mijn vrouw en kinderen zijn daar. De helft van de tijd zit ik hier. Ik zie wat daar gebeurt. Nederland bepaalt alles. Er worden zogenaamde meetings gehouden door de grote Nederlanders die daar zijn. En het worden zogenaamde volksvergaderingen gehouden. 90% is Nederlander. Witte, blanke mensen.
10% is Bonaireaan. En dan worden daar beslissingen genomen wat met Bonaire gedaan kan worden. Ik bedoel, waar zijn die Bonaireanen dan? Moeten zij ja, maar de politici van Bonaire heeft toch bepaalde afspraken gemaakt met Nederland. En Nederland wil dat je die afspraken naleeft. Niet dat ze de referendum hebben, of nu dat ze naar een referendum toe gaan. Beslist Nederland, omdat hij afspraken heeft met Bonaire, dat dat niet kan. Ze zouden dus geld aan Bonaire geven, nu dat ze de afspraken hebben stopgezet. Logisch heeft Nederland ook de geld het sturen van geld naar Bonaire stopgezet. Maar dat is toch normaal? Ja, als je afspraken maakt en je leeft die afspraken niet na, of die afspraken goed zijn of niet, dat is een tweede punt. Maar je hebt afspraken gemaakt. De politici, goed of slecht, heeft afspraken gemaakt. Dus je moet die afspraken naleven. Dat is meer dan normaal. Ja, maar de afspraken zijn met een paar politici gemaakt. Dat niet klopt, met het maar volk. In naam van het volk van Bonaire. Nu gaan ze met de referendum de zaken willen omdraaien. Maar die afspraken zijn al gemaakt. Ja, maar die referendum moet komen. Want in de referendum zijn bepaalde afspraken volgens de Verenigde Naties vastgesteld. Want die vragen zijn niet aan de Bonaireanen gesteld. De richtlijn die de Verenigde Naties stelt, wat je aan een overzeese deel moet vragen bij Bonaire, Curaçao, die zijn niet gevraagd. Dat heb je gelijk, hè? Dus de Bonaireanen moeten nu goed op de hoogte gehouden worden. Wat zijn de consequenties als ze Nederland gaan worden? Want morgen kan je niet zeggen, nee, ik treed uit Nederland terug. Gaat niet. Dus de mensen moeten ernaar naar groeien. Mijn vraag is, wat kan je met de getekende afspraken doen? Die mensen die hebben die afspraken gemaakt, hebben het in naam van het volk gedaan. Het volk wist er niet details van, maar de afspraken zijn gemaakt met Nederland. En Nederland zegt, luister, we hebben afspraken gemaakt, die afspraken moet je naleven, klaar. Ja, maar die is met Nederland gemaakt. Het is niet op een wereldniveau gemaakt zoals de Verenigde Naties dat stelt, is niet gebeurd. Ik kan ook een politieke partij hebben zoals nu gebeurt. Marionettes noem ik dat. Dat ze alles wat Nederland zegt, ja, ja, ja. En deze mensen maken afspraken voor jou. Dan is het hele volk de victim van, waaronder ik ook. Dus dat neem ik niet. Ik zeg nee, we moeten zoals de internationale regels dat voorschrijven. We moeten het volk tot in de puntjes moeten gaan informeren wat de voordelen en de nadelen zijn. En dat moet nu met de komende referentie gebeuren. En daarvoor vecht Jopie Abraham nu. Dat die referendum moet komen en dat alles punt voor punt aan de Bonaireanen eigenlijk verteld moet worden. En dat ze dan hun conclusie moeten trekken. Willen ze als vrije associatie of willen ze integreren met Nederland? Stel dat ze willen integreren met Nederland, wat dan? Ja, dan heeft Jopie en ik ook, en wie dan ook tegen is, ja, daar hebben we niks te vertellen. Als ze niet wel degelijk geïnformeerd zijn, gaan ze dat zeggen. Ja, maar daarom zeg ik, wat we nu moeten doen, is de mensen inderdaad goed informeren. En niet dat de Nederlandse gaat zogenaamd informeren. Nederlanders, die meneer Kamp daar zo, die houdt vergaderingen, komen daar 200 mensen, er zijn 10 Bonaireanen bij. Wil je me zeggen dat je Bonaireanen aan het informeren? Natuurlijk. Of dat je eigen Hollanders daar wil informeren? En dat gebeurt daar nu. Dus hij schrijft naar Nederland, we hadden een volle zaal en de mensen hebben toen gezegd dat het moet gebeuren. Maar wie waren de mensen dan? Het was 90% Hollanders die daar willen wonen en dat het land willen hebben. Dus het moet zo zijn, de Bonaireanen moeten gaan zeggen van wij willen het hebben. En je moet het op zijn Bonaireaans gaan doen. De Bonaireanen huis aan huis de petitie geven en zeggen lees het en help hun lezen of doe het in hun eigen taal. Het is zo'n rustige volk. Ik heb nog nooit zo'n rustige en een goede volk ontmoet in mijn leven. Maar Karamizier, we hebben twee punten. Ja. Ene punt is dat Nederland met de lokale politici van Bonaire bepaalde afspraken heeft gemaakt, goed of slecht. Ja. Ze hebben het gemaakt in naam van het volk. Het volk wist er niets van, maar het is getekend. En nu heb je het andere uiteinde, waar dus de Bonaireaan nu wil beweren dat wat er gebeurd is niet waar is. Dus dat zij niet meer mee eens gaan. Maar de Nederland zegt, luister, ik heb alles al getekend, dit is het document. Mm-hmm. Dus je bent nergens. Maar mijn vriend, Nederland en Bonaire, het contract wat gemaakt is, het is geen computer. We zijn mensen. Dat klopt, dat heb je gelijk. En we moeten altijd nog terug kunnen gaan en zeggen van oké, het gaat over een volk, het gaat over een land. Die kan je niet zomaar zeggen, oké, een paar van die corrupte voorgangers van jullie hebben afspraken met ons gemaakt. Ik weet niet wat allemaal daar beloofd is aan die hele partij. En die hebben getekend van, we verkopen bij Bonaire. Dus het volk moet het nemen. Nee, je moet tot je laatste adem vechten als een volk. Als één volk moet je tot je laatste adem vechten van, nee, die partij heb je nu beoordeeld.
en veroordeeld. Als verdachte uitgebracht. Dus die partij van die mensen die deugen niet. Heb je door? Ja, je hebt het door. Dus die afspraken die jij gemaakt hebt met die partij, zeg je nu zelf. Want je hebt inval gedaan bij die mensen. Je hebt ze voor drugssmokkel, goudhandelssmokkel, al die dingen beoordeeld. Dat bewijst dat deze mensen niet deugden. Met die mensen heb je afspraken gemaakt. Dus wij accepteren het niet. Die moet je gewoon laten vervallen. We moeten nu nieuwe afspraken maken. Denk je dat het volk van Bonaire genoeg geïnformeerd is dat zij dus de juiste stappen nu gaan nemen? Nou, dat gaat deze verkiezing gaat een klein beetje bewijzen. En ik denk dat de mensen die nee zeggen, die moeten hun werk gaan doen nu. Om de mensen goed te mobiliseren, goed te informeren wat de consequenties zijn. Interageren. Natuurlijk, interageren heeft natuurlijk zijn voordelen. Maar dat wil niet zeggen dat je eigen identiteit gaat verkopen. Het is nu van gezondheid wordt beter, onderwijs wordt beter, dit wordt beter. Maar wat is het over die Bonaireaan overgebleven? Heeft hij zichzelf verkocht, verloochend om geen Bonaireaan te zijn? Oké, maar in dit geval gaat alles rond geld draaien. Precies, en dat moet het niet. Ja, maar degene die nu geld geeft om de economie van Bonaire levendig te houden, is Nederland. En hij geeft dat in verband met de afspraken die gemaakt zijn. Maar mijn vriend, hoe heet Nederland ten opzichte van Bonaire? Het heet moederland. Klopt. Wat moet een moederland voor zijn kind doen? Moederland moet het kind beschermen. Nee, je moet het kind beschermen en het kind op een nette manier zelfstandig maken. En niet het kind beroven, hè? Want nu als het over de olie gaat, dan is het beroven. Nederland had aan Bonaire en Aruba, Curaçao kunnen zeggen, jullie hebben heel veel rijkdom in jullie grond. We gaan het samen ontginnen en we gaan het 50-50 delen. Wat heeft Nederland nu geëist aan deze eilanden? Dat hij het alleen recht wil hebben over de territoriale water. Waarom? Hetzelfde gedoe van Noordzee. Dan komt hij met zijn Noordzee-boortorens en dan zet hij erin. En al het geld gaat naar Nederland. Hij zegt, nou, dat is mijn grondgebied. Dit ga je toch ook doen met de Chinezen en de Indiërs? Dat je met hun 50-50 gaat, want ze hebben de olie ook nodig. Zeg, kom maar boren en we gaan aan tafel zitten 50-50. Maar weet je wat Nederland zegt? Nee, het is mijn grondgebied. Het zijn allemaal eilanden van mij. Je kan niet zonder mijn toestemming daar boren. Dat was met Suriname toen. Met de bauxietprijzen, hout en goud. Nee. Nederland zegt, nee, dat is mijn kolonie. Je moet met mij praten. Dus niks werd ondertekend. Nu Suriname, de bloeit als een gek. Economisch groei 5% per jaar. Trinidad 1% per jaar. Heeft een surplus van $1 billion. Nu. Staat op de rekening dat ze niet weten wat ze moeten doen. $1 billion. Met hoeveel kredieten zitten we hier in Curaçao? 4 miljard. Suriname 1 biljard plus. Baas in eigen huis. Al moet je een beetje armoedig gaan leven. Maar dat je baas voelt in je eigen huis. Dat moet je voor trots zijn. Is je image. Je kan jezelf niet verkopen. En dan heb je geen moer te vertellen in je huis. Oké. Okay. We hebben het over Bonaire. Laten we overstappen naar Curaçao. Wat zijn de uitslagen of wat zijn de resultaten van de komende verkiezing? Hoe zie je dat als karamizier? Ik moet gaan stemmen, hè? Ja, ik weet het. Je mag toch stemmen. Mm-hmm. Dus. Ik ga stemmen. Ik ben niet akkoord met de partij die nu regeert. Mm-hmm. Ook over die C en No, waarbij die ene partij is omgekocht en waardoor deze partij aan het regeren is. Dus daarvoor ben ik tegen. Ik wil eerlijkheid hebben, ook op het politiek. Dus ik ga voor Charles Cooper stemmen. Mensen die naar mij luisteren, zeggen gewoon, kijk in de aura van Charles Cooper, hij is een eerlijke man. Eén ding heeft hij gezegd waarmee ik niet akkoord ben, over de isla. Over dat zal ik nog met hem gaan praten en dat hij zijn standpunt moet gaan wijzigen. Voor de rest vind ik zijn programma perfect en ik steun hem en ik zal voor Charles Cooper gaan stemmen. Dat had ik toen al ook gezegd van dat moest gebeuren. En Charles Cooper had gewonnen. Samen met de oppositiepartijen. Alleen dat die ene persoon zwak is geweest. En daar heeft Nederland ook bewezen. Dat al heeft iemand in de gevangenis gezeten. Als je hem nodig heeft om te regeren. Dat hij die persoon toch op zijn plaats kan zetten. En dat vind ik een vieze politiek van Nederland.